Goedemorgen. De ministerraad heeft ingestemd met een regeling van 150 miljoen euro voor innovatieve projecten in de mobiliteitssectoren, maritiem, automotive en luchtvaart. De regeling is bedoeld als cofinanciering voor bedrijven die willen investeren in onderzoek en ontwikkeling, gekoppeld aan verduurzaming en digitalisering. Voor de maritieme sector betekent dit dat door kennisontwikkeling er nieuwe innovaties komen en we voor een nieuwe stap, dat we een nieuwe stap kunnen gaan zetten in een emissieloze maritieme sector. Hiervoor aan tafel Rob Verkerk. Goedemorgen Rob. Goedemorgen. Rob is voorzitter NML en ambassadeur van het Maritiem Masterplan. Ja Rob, ik ben blij dat je er bent deze ochtend. Ik ook. Ja. kan je in het kort vertellen wat het masterplan is? Want het is de sector gaan we uit innoveren op het gebied van duurzaamheid. Dat is wat ik telkens terug hoor. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Laat ik het even terughalen hoe het begonnen is. Ja. Vorig jaar, medio vorig jaar, begin van de coronacrisis, zagen we de bui hangen. En wilden we toch proberen om die sector sterker uit de crisis te krijgen. Daarvoor zetten we in op innovatie, omdat de achterliggende gedachte is dat dat hetgeen is waar het eerst het mes in gaat op het moment dat het economisch slechter gaat. We hebben gekozen voor innovatie gekoppeld aan maatschappelijke thema's als verduurzaming en digitalisering. En om het concreet te maken hebben we gezegd van dan laten we een duidelijk stip aan de horizon nemen. Ja. 30 emissieloze schepen in 2030. En daar moet dan die innovatie moet daarop inspelen. Ja. En dat is waar we momenteel over praten. We moeten wel onderscheid maken. De ruggengraat van het programma of van het masterplan wordt gevormd door dat R&D-programma. Ja. En daarvoor is nu inderdaad die financiering is daar van de grond gekomen. Ja. Waar we momenteel mee bezig zijn. Ja. Ik ga natuurlijk doorpraten. Ik wil heel even een oproep doen. Heb je een vraag voor Rob Verkerk? Laat het even weten in de groepschat. Ik hou hem hierbij. Dus ja, kom op met vragen. Hij zit er nu helemaal klaar voor de komende 10 minuten. Dus laat wat van je horen. Je vertelde inderdaad net over de R&D-regelingen. Welke fase zitten we nu van het masterplan? Het is misschien goed om even het volgende plaatje te laten zien. Dit is een ruwe schets van het maritieme masterplan. De donkerblauwe delen, dat zijn zeg maar de delen die zitten aan de kant van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Dat is waar de gelden nu voor beschikbaar zijn en waar nu tot eind augustus projectvoorstellen voor kunnen worden ingediend. De volgende stap wordt dan het masterplan, is dat we enerzijds beginnen met retrofits aan boord van schepen. Omdat dat nou eenmaal makkelijker is en omdat bestaande schepen vaak nog lange tijd mee moeten, kan je met retrofits al belangrijke stappen maken. Maar een zeer belangrijke stap in het plan is ook het gebruik van het feit dat Defensie en Rijkswaterstaat een tweetal grote vervangingsprogramma's hebben met schepen die zich lenen juist voor die verduurzaming. En die projecten die kunnen dus dienen als een soort van springplank op grond waarvan je die schaalvergroting krijgt die je nodig hebt. Mm-hmm. Omdat we uiteindelijk willen natuurlijk naar het feit dat ook civiele schepen dat die verduurzaamd worden en verduurzaamd gebouwd gaan worden. Yeah. Om op die manier dus die energietransitie binnen die maritieme sector om die te gaan versnellen. Ja. Yeah. En zit je ook in de praktijk qua die R&D-regelingen? Spreek je partijen die er echt mee bezig zijn? Zie je dat het op gang komt binnen de sector? Ja, dat zien we zeker. We hebben een team ingesteld die dit begeleidt. Ja. In die zin dat, kijk, het Maritieme Masterplan, als je dat bekijkt, daar zitten een aantal programmalijnen zitten erin. Ja. Die enten zich deels op autonomie en op digitalisering. Maar natuurlijk ook op de verschillende energiedragers die er zijn. Waterstof, ammonia, methanol. Maar ook op modulair ontwerpen van schepen om gedurende de levensduur dingen nog te kunnen aanpassen. Ja. Per programmalijn hebben we coördinatoren. En daarboven hebben we matchmakers gehad. En wat die coördinatoren en die matchmakers doen, dat is partijen die geïnteresseerd zijn proberen met elkaar in verbinding te brengen. Om op die manier consortia te vormen. Ja. Dat is wel erg belangrijk omdat gelet op de criteria die worden gesteld aan de regeling om daar gebruik van te kunnen maken. Zit er een bepaalde financiële ondergrens aan. Ja. Bovendien, door samen te werken, kun je grotere percentages halen om die subsidie binnen te halen. Ja, dat maakt het plan natuurlijk ook wel uniek, toch? Dat is ja. De samenwerking. Nou, de samenwerking is uniek in die zin dat we hier praten over samenwerking van scheepsbouwers tot reders. Mm-hmm. Dat is denk ik al uniek dat we het niet alleen maar vanuit één branche aanvliegen, maar vanuit meerdere delen van de sector. Wat er uniek aan is, is de cofinanciering die we vragen van de overheid. Wat ook wel uniek is, is dat we hier praten over een grote diversiteit aan schepen. En dat maakt het ook wel ingewikkeld, want je praat dan over hoge vermogens, grote bereiken, maar ook hele verschillende toepassingen van schepen. Of je nou praat over een marineschip, of over een ferry, of over een baggerschip, dat vergt hele andere eisen. Ja, want het masterplan is echt voor de hele sector beschikbaar, hè? Niet ja. alleen voor de grote partijen. Nee. En wat gaat het de sector nou echt opleveren?
Nou, ik denk dat, wat sowieso heel concreet is, het een blauwdruk voor vergroening en voor digitalisering. Mm-hmm. Maar wat belangrijker is, kijk, we kunnen hiermee die innovatie kunnen we hiermee een schop geven. Dat mm-hmm. is denk ik erg belangrijk. Yeah. Kijk, wat het uiteindelijke resultaat zal zijn, is denk ik meer werkgelegenheid. Maar ook dat we onze internationale concurrentiepositie, dat we die zullen versterken. Yeah. Ik heb wel eens gezegd, we willen hier op dit gebied al marktleider worden, koploper. Yeah. Nou, je moet altijd ambitieus zijn in dit soort dingen. Maar ik denk wel dat als we dit plan realiseren, dat we dan in ieder geval in de internationale voorhoede zitten met z'n allen. Ja, ja. En natuurlijk niet dan alleen als Nederland. Want dit draagt ook bij de positie binnen Europa, toch? Of ja, ik denk dat het je positie sowieso binnen Europa versterkt. Ik denk dat we ook wel zullen moeten, omdat we ook zien dat andere landen investeren in hun maritieme sectoren. En dan moet je oppassen dat je als notabene als maritiem handelsland, dat je niet achterblijft. Maar ik denk met de kennis en kunde die we hier hebben, en als we dat breed kunnen delen en exploiteren, dat we echt in die voorhoede terecht kunnen komen. Ja, ja, oké. Okay. Ik krijg een vraag binnen van Peter Vaassen. Ik leid hem heel even in, Peter, want we hebben ook al die vraag al klaar een beetje staan. Het is vaak lastig voor de MKB om in dit soort regelingen in te stappen, want ze zijn vaak bezig met de eigenlijke dagelijkse business. Ze hebben niet de extra mensen of het belangrijke netwerk wat een groot bedrijf wel al eerder heeft. Hoe kan het MKB hierop inspelen? Samenwerking, dat is en blijft het toverwoord. Ik zou de site van Maritiem Land zou ik opzoeken. Er is ook een e-mailadres, is daar bekend. Ik zou daar aangeven dat de behoefte is om hier meer van te weten en te kijken waar aansluiting mogelijk is. En dan wordt er wel vanuit onze organisatie gekeken welke projecten zijn nu in wording. Ja. En hoe kun je daarbij aansluiten? Dan zorgen wij wel dat die contacten worden gelegd. Ja, jullie zorgen dus voor verbinding met partijen. Absoluut. Ja. En ik lees de vraag nog even voor van Peter. Hoe kunnen wij als MKB-bedrijf met onze industrie 4.0 hierop meeliften? Oftewel, hoe krijgen we deze specifieke producten hier geïntroduceerd? Nou, dat is volgens mij dan die verbinding zoeken via NML. Absoluut. En NMT die draagt daar ook in bij. Zeker. Dus Peter, ik hoop dat hiermee je vraag beantwoord is. Even kijken hoor. We hebben het samenwerken gehad. We hebben natuurlijk ook de rederijen. Het is sowieso voor hun vaak een hoge drempel om hier qua duurzaamheid in te gaan. Wat helpt het masterplan daarin mee? Nou ja, kijk, wat we met het masterplan beogen is enerzijds proberen die schaalvergroting te krijgen. Ja. De essentie natuurlijk is van het hele masterplan is die cofinanciering door de overheid. Waarbij we hopen dat vooruitlopend op die marktvraag, waarin de risico's gewoon groot zijn, dat we die financiering krijgen waarbij de risico's gedeeld kunnen worden. Ja. En de bedoeling is dat zowel de werven als de reders daarvan kunnen profiteren. Ja. Met name als zij gezamenlijk dit oppakken. Ja. En stel een reder wil vergroenen en zijn vloot verduurzamen, dan is het de gedachte dat ze dus samen met een scheepsbouwer een beroep doen op de regelingen die achter dit masterplan moeten gaan zitten. Ja, oké, helder. Rob, ik vind het echt heel jammer. De 10 minuten zijn al bijna om. Weer nog een korte boodschap voor de kijkers, voor de maritieme sector, onze sector. Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is om deze kans die er nu echt concreet ligt, om die te baat te nemen. Want het zou toch zonde zijn als de 150 miljoen euro die nu beschikbaar is gesteld, als die niet wordt benut. Ja. Ik denk ook dat we hiermee echt een systeemverandering kunnen inzetten en ons internationaal op de kaart kunnen zetten en onze positie echt kunnen versterken. Dus gebruik deze gelegenheid nou. Durf het en grijp die kans. Zoek de samenwerking. Bel op. Want ik heb liever dat we overspoeld worden door vragen dan dat we achteraf te horen krijgen van oh, maar was het zo bedoeld, dan had ik het wel gedaan. Ja. Dankjewel, heldere boodschap. Dus iedereen, doe mee, zou ik zeggen. Ja. Schroom niet om vragen te stellen. Dat kan bij NML, het kan bij NMT. Ga ervoor.